kijken naar vreemde valuta, vreemd geld, buitenlands geld en de wisselkoers, oftewel wat de wisselkoers is. Nou ja, vreemde valuta is eigenlijk buitenlands geld. En buitenlands geld, dus geld uit andere landen dan het eurogebied of de eurozone, vreemd geld. En hier staat vreemde valuta. Nou, wat is wisselkoers? Wisselkoers is eigenlijk heel simpel. Wisselkoers is de prijs van buitenlands geld. Bijvoorbeeld de dollar, het Engelse pond of de Zwitserse frank. En wat hebben we nog meer? Of bijvoorbeeld de Japanse yen. Dat is allemaal buitenlands geld en vaak wordt de koers uitgedrukt. Koers wordt uitgedrukt in euro's. De koers wordt vaak uitgedrukt in euro's. Nou, als je bij de bank bent, de bank hanteert altijd twee koersen. Hanteert twee koersen. Je hebt de U-verkoopkoers. U-verkoopkoers en dat is vaak de, nou, vaak dat is altijd de hoge koers. En dat is het geval als jij vreemd geld inwisselt. En dan krijg je nou ja, relatief minder terug dan wanneer je het zou kopen. Want de U-koopkoers, dat is de lage koers. En die geldt als je, als jij vreemd geld gaat kopen. Als jij vreemd geld koopt bij de bank. Nou, door dat verschil, door de hoge en de lage koers, daar verdient de bank geld mee. Want als jij buitenlands geld koopt, moet je vaak een duurdere prijs betalen dan wanneer je het komt terugbrengen. En dat wil dus zeggen dat de bank daar ook geld mee verdient. Verder verdient de bank ook geld met de provisie. Dat zijn de omwisselkosten. En dat kunnen we er nog even bijzetten. De bank verdient ook geld met provisie en dat zijn de omwisselkosten. Omwisselkosten. En zo verdient de bank dus geld op twee manieren. Door verschillende wisselkoersen te hanteren, maar ook door omwisselkosten, oftewel provisie, te berekenen. Nou, vreemde valuta, buitenlands geld of vreemd geld, dat is een andere benaming daarvoor. De wisselkoers is de prijs van buitenlands geld en die wordt meestal uitgedrukt in euro's voor ons. De bank hanteert twee koersen, de verkoopkoers en de koopkoers. De verkoopkoers is hoog en die geldt als jij vreemd geld inwisselt. De koopkoers is laag en die geldt als jij vreemd geld gaat kopen. En door dat verschil verdient de bank geld, want als jij geld vreemd geld komt brengen bij de bank om het aan hun te verkopen, dan krijg je daar uiteindelijk minder voor terug dan wanneer je het zelf zou moeten kopen. Dus daar verdient de bank geld mee. Verder verdient de bank geld met de provisie en dat zijn de omwisselkosten. Daar rekenen ze een bepaald percentage voor of een vast bedrag.